3, 2, 1. Zo! Zieke delay, jongen. What the fuck, man. Zieke delay. Ik heb speciaal voor deze uitzending een zonnebankje gepakt en ik ben aan de kapper geweest. Kijk. Echt niet, wanneer? Gisterochtend. Oké, okay. Doe je goed, jongen. Maar dat doe je toch elke week sowieso? Nee, dat deed ik dus elke week. Ik deed om de 2 weken kapper en dan echt om de week zonnebank. Maar ik moet dat eigenlijk weer doen. Ik voelde me altijd, ik had veel meer energie of zo als ik dat altijd deed. Nu ging ik echt 1 keer in de maand onder. Ja, misschien is dat het, jongen. Misschien ben je daardoor een beetje de weg kwijt. Ja, hey vette, dit is het eerste pakket al. Oh ja. Huh? Een gouden topspelerspakket of zo, een gouden spelerspakket. Maar welkom, veteranen. Welkom, 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 welkom. Het is weer tijd voor rewards. Ja, ik vrees dat het niet heel veel speciaals gaat zijn, Bas. Maar wat leuk is, we gaan ook ons nieuwe team natuurlijk bouwen. Ja? Ja, tuurlijk. Zeker. In deze video gaan we het bouwen of gaan we het morgen bouwen? Ja, jij mag het zeggen, jongen. We gaan in elk geval wel een beetje kijken. Maar laten we een tradable doen dan, of niet? Nee, tradable. Nee, ik kan het zeggen. Die coins zijn wel lekker op dit accountje. Ja, precies. Rang 3. Goed gedaan. Precies. We zitten in divisie 1. Precies. Dat is ook lekker, hoor. Allemaal door jouw magische keepershandschoenen. Ja, ziek, hè. Die video, ik had verwacht dat die 200.000 keer bekeken zou worden, maar... Ja, als je hem nog niet hebt gekeken, jongens. Ja. Je moet hem echt gaan kijken. Mm. Een van de leukste momenten die ik dit jaar heb meegemaakt. Nou, dat zegt veel over jouw leuke momenten, maar... Ja, heel eerlijk. Was leuk, toch? Heel eerlijk. Ja, heb je zoveel gelachen bij een redding in de laatste minuut? Alsof je dat bij je eigen pot zou hebben. Dat je... Nee, zeker. Nee, klopt. Het is wel echt leuk om dat zo samen te doen. Ja. Samen die avonturen te beleven. Precies, jongen. Kijk eens. Hoppatee. Hoppatee, jongen. Hier, jongen, een Electrum pakket. Daar zitten vaak de ziekste dingen in. Ja? Ja, hier pakt de pakte kreeg... Oh, borden. Borden. Waar hier ook iets goeds uit, volgens mij. Lucas Leiden. Ja, dit jank ik weg, hoor. Ik vind het mooi geweest. Ja, ik ook. Ik ja, of moet onze SBC-held Bram er nog wat mee? Nou ja, flikker maar. Dan haalt hij zo weer terug. Bram, kom op, he. Gewoon lekker kopen die handen. Nou ja, ik had van de week ook. Dat ik was zo slecht. Ik had 2 van die ultimate pakets gekocht. Ik zag het. Echt. Kerel. Maar iedereen daarna nog naar mij van, hoe is het discardje, die luid is allemaal wel wat waard. Weet je, ze zijn dan 1300 waard in plaats van nu 700. Maar ja, ik kan er dan niet naar kijken ofzo. Ken je dat? Nee, ja, klopt. Ja, inderdaad, als je alles afgaat, hier die Saka misschien, weet je wel. Omdat die zo goedkoop zijn van zichzelf, kun je ze dus ook. Maar goed, als je dat bij elke speler doet, dan kan het iets opleveren. Oeh. Hier, broertje. Nee. Six, hè? Je broertje. Ah, nee. Oh, 3k los. Oh. Lekker, hoor. Dat is wel lekker. Ja. Nou, jongen, dat was het alweer met de Rivals Rewards. Ik denk dat niemand van de kijkers deze week heeft van, wow, we gaan even lekker die rewards bij andere YouTubers kijken. Ik denk dat mensen denken van, dat is zo'n slecht team op de week. Ja, ik denk dat blijven met die 100k pakketten die straks gaan komen. Oprecht. Die elite pakketten zijn echt dramatisch. Klopt. Maar ja, wij gaan wel Griezmann even hieruit halen, toch? Ja, die gast is ook wel goed, hè? Ja, Akilo. Kijk dan. Kunnen we linken met Ben Yedder? Oké, dat is goed. Neem hem. Op zich wel interessant. Op zich wel interessant, hè. Het is tweede in vorm, volgens mij. Daardoor is hij nu eindelijk een beetje snel. Oeh, hier! Een boutje moeten doen. Ja, toch gebouwd weg moeten doen. Zo, kijk die space van deze gek dan. Die zijn wel. Ik denk dat hij over die brug naar Zweden is gaan rennen. Ja. 3 ton, jongen, hebben we al. Dat is wel heel lekker, hoor. Heel ziek. Ik denk dat we 3,5 ton komen wel vandaag. Ja? Ja, een beetje geluk met de rebars. Gauw 2, hè? Ja, ja, jongen, vette. Laten we wel afspreken. Volgende keer dat je helemaal naar de kloot bent, dan speel ik hem wel weer af. Volgende ochtend. Ja, prima. Ik speelde gisteren ik vind ook wel weer. We moeten wel gewoon echt goud 1 halen, sowieso. Goud 1 is gewoon zeker. Top. Goud 1 is top. Daarom. Nee, het is ook top, maar ja, het spel moet ook top zijn. Zo is het, jongen. Zo ken ik je weer. De boekenkast is geopend. Oh. Dit is niks. Ja, dit is niks. Dit skippen we lekker, toch? Dit is echt dramatisch. Dramatisch. Oké, okay, maar pas je zat lekker in Droomparken, dus konden we op jouw Instagram zien. Nog steeds, ja. Ik ga er straks weer heen. Ik ben speciaal voor jou, ben ik hierheen teruggegaan. Even naar het magische hof. Waardeer ik, jongen. Mensen hebben zelfs natuurlijk al je nieuwe vlam kunnen zien. Ja, die vlamt enorm. Is het al aan of... Wat zeg je? Is het al aan of... Oh zo, ja. Ja? Ja. Echt? Ja. Sinds wanneer dan?
Ja, lastig te zeggen. Het is niet echt officieel gegaan. Het is niet echt van, ja, ik ben niet zeg maar op mijn knieën gegaan en gezegd van... Niet? Had ik wel bij jou verwacht. Maar, dat is wel mooi. Dat is lang geleden, jongen. Ja, jongen. Ik heb er rustig gewoon over gedaan. Ik heb gewoon rustig gewacht tot het moment dat ik dacht, ik moet het weer echt met iemand leuk hebben. Natuurlijk wel eens, je kent het wel eens gedate of leuke dingen gedaan met iemand. Maar dan, ja, je kent het. Dan was het na 3 keer dat je dacht van, Nee, klopt. Ja, dus ik vind het echt mooi. Maar hoe ging dat dan? Zei ze van, ik wil eigenlijk weten, waar staan we eigenlijk? Nou ja, zij wilde eigenlijk mij... kijk, het was een beetje moeilijk. Zij heeft hiervoor een relatie gehad, dat ging helemaal niet goed. Dus ze vond het misschien een beetje eng of moeilijk, of weet ik wel, om zich direct aan mij te binden. Ja. Dus toen, ik heb wel eens gewoon gezegd, ik vind het gewoon heel erg chill. En het is gewoon heel erg leuk. Ze was al bij mijn ouders 3 keer geweest. Mijn pa had ze gezien al een keer. Of ze was 3 keer bij mijn moeder geweest, 1 keer bij mijn pa. Nou, het was allemaal gewoon al heel chill. Dus op een gegeven moment, toen hadden we het er gewoon op. Zes, ik wil gewoon ook even met jou lekker een keer een weekendje weg. En zij had dus voor afgelopen week, ze had eigenlijk een droompark gaan. Had ze een heel mooi kaartje geschreven, een heel lief bericht. En dan eronder met, ik wil graag je vriendin zijn of zoiets. Ah. Maar omdat ik dus keelontsteking had, gingen we daar niet meer heen. En gingen we vandaag pas heen, of gisteren. Ja. Maar anders moest ze weer een week wachten. En ik was van laatst ook al bij haar met haar vriendinnen. En we hadden al gedeeld op Instagram een beetje. Dus zij is van, dus toen zei ze van, laat dat gewoon zitten. En dan doen we het gewoon op deze manier. Dus, ja. Leuk, man. Het gaat goed snel, jongen, soms. Ja, weet je, een paar maanden had ik het ook niet verwacht. Ja. Nee, tuurlijk. Ja, maar zo is het ook. Als het eenmaal zover is, dan ben je binnen een paar weken onderweg. Ja, we hebben wel gewoon elke week gewoon een keer sowieso afgesproken. Want we wonen natuurlijk niet echt bij elkaar in de buurt. Dus het was wel een beetje passen en meten van wanneer je dan kon afspreken. Maar dat ging elke keer goed. En, precies hetzelfde als wat Carol en ik op het begin hadden. Toen woonden we ook in Amsterdam en Arnhem. Ja, prima. Ik, weet je, het heeft ook... aan de ene kant is het kut soms, want je wilt soms misschien ook op een random avond even snel naar elkaar komen of wat dan ook. Maar je kijkt er wel nu naar uit om elkaar te zien. Dus tuurlijk. Het is ook wel leuk, hoor. Het is ook leuk om bij elkaar op bezoek te komen, zeg maar. Precies. Hey, jongen, dit is ons laatste pakket. Ja. Speciaal voor... Ja, hoe moet ik het nog noemen? Dan kan ik er eigenlijk niet meer zo noemen. Ja, de orka kan ook niet meer. Nee. Nou, we moeten even een mooie bijnaam voor de vriend. Ik weet het ook niet. We gaan een mooie bijnaam verzinnen de komende periode. Is goed. Ja? De neushoorn kan ook niet meer. De eekhoorn. Die werd de zo bever. Blij dat zij tegen dit. Ja, gek hè? Ja, ze vond blij dat ze zelf zo'n grote neus had. Dus dan zei iemand, zei ze van, ik word zo kwaad als iemand neushoorn kreeg. Dus ik zei af en toe wat. Zei ik van, kom neushoorn, we gaan. Nou jongen, vlogen de borden bijna tegen het dak aan jou. Oh, schitterend. Hey, vet, er moet wel wat gebeuren. Kijk, als we echt 350.000 willen halen, moet hier iets in zitten. Nou, moet hier een walkout in zitten. Kom op. Ja. Kijk! Ik zeg het je, hè? Oh. Kijk, dit is goed. Nee. Ik voel het aan mijn nieren. Oh. Ah, weer die mule. Ik heb echt... Oh. Royce. Ja, hij is die is 10k waarde. Ja, nog niet eens, denk ik. Godverdomme, hoe is dat een walkout dan? Maar dat toch een Champions League kaart is, jongen. Is dat weer iets nieuws? Hij is precies 10k, zie je? Leer dat nou eens. Ja? Mm-hmm. Vieze honden. Heer, jongen, 10k erbij, hoppatee. Ik had er wel een gevoel dat het goed ging, maar... Toch zijn dat best goede spelers, hè? Het is van Royce. Ja, je kunt op zich prima een weekendje mee spelen. Ik heb een tweede op mijn team, maar ik kan hem laatst even laten invallen. Ja, is niet heel slim. Oh, als jij dat zo zegt, dat de speler niet slecht is, dan weet je het echt, jongens. Dan is hij echt goed. Ja, ik denk dat we wel op 350 kunnen komen, hoor. Als we ook al die andere zooi uit ons team nog een beetje opschonen. Precies. Moet Bram even zijn best doen. Precies. Moet Bram even vanmiddag wat overuurtjes maken. Hier, jager en schaduw. Die mag voorbij. Die allemaal lekker te koop zetten. Paredes! Ik ga vanavond in mijn companion app ga ik het wel opschonen. Ja, ga jij dat doen? Tuurlijk. Heb jij ook companion app met dit account? Ja, het is toch gewoon switchen van account naar carrière. Oké. Is goed, pas. Laat even het team zien. Ik heb weer genoten. Ik heb genoten. 3 ton hebben we inderdaad. Ja, Bali, hè? Oh ja. Oh, ja, we hebben ook al Son. Ik ben helemaal moe van dit team als ik dit zie. Ja, hè? Het was leuk, maar ik denk dat die Werner ook zijn beste tijd heeft gehad. Ja, die Carrasco hebben we ook gewoon, hè? In tweede bal. Ja, die is best goed. Ja, kijk, middenveld hoeven we niet meer naar te kijken, want we hebben de twee... Carrasco. Ja, lastig hoor. Pfff. Ja.
kut Goretzka ook eigenlijk. Eigenlijk is die Goretzka heel irritant. Nou ja, maar we hebben wel, kijk, Goretzka en Ballack, die linken lekker met elkaar ook nog eens. Groen linkje. Ja, dat wel, maar... Dat is gewoon onze basis, snap je, die twee? Dat zijn gewoon onze duurste untradable lui bijna. Ja, dat zijn ze. En dan heb je nog, kijk, die Goulaski hebben untradable. Die vormen natuurlijk met Konaté en die Upamecano, fucking mooi duo. Ja, je kan gewoon goede... Laten gewoon... Ik wil gewoon nu even dat de kijkers iets moois gaan bouwen voor ons. Weet je? Ik vind... Ja? Dat Martial, ja, Wan-Bissaka... Ja. Werner en Dembele eruit moeten. Ja, Dembele is wel een lekkere super sub. Klopt. Maar inderdaad, ik ben het met je eens. Maar ja, misschien moeten we gewoon gaan voor... Ja, die is heel duur. Rule Breaker Harry spits. Kane. Dat is wel ook vet, ja. Dat we gewoon voor één lijpe spits gewoon gaan. Want de rest... Ja, je hebt alleen niks van die halve luis. Ik weet niet wat het is. Die halve gari. Nee, je hebt een Roemenië United Day Kid. Weet al wie die heeft gedaan, die SBC. De zigeuner-olifant. Ja, die kijkt naar onze video's. Dus. Hier, Werner. Oh, nog maar 91k. Kutzooi. Zullen we verkopen? Ja, maar dan moeten we ook... Dan moet je nu, als je mensen nu gaat verkopen, dan moet je ook wel, moeten we een plan hebben. Dus we kunnen zeggen welke spelers we willen verkopen. Die kunnen we bij reserve zetten. En dan weten we ongeveer het geld wat we vervangen. Ja, jongen. Dus Martial en Werner eigenlijk weg. En dan hebben we ongeveer... 320, 330k. Dembele kan nog weg. Ik vind even dat een creatieve kijker even een leuk team moet bouwen. Met misschien... Hebben we niet ook nog weer een upgrade? Dat we 5 van die rode player picks hebben. Nou, die ga ik niet meer doen. Die, nee? 380, nee. We gaan door tot die Ultimate. Oké. Okay. Ja, die is goed, jongen. 11. Ja. Is goed, dan gaan we hier even heel goed over nadenken. Jongens, help ons aan een nieuw team. Die achterhoede zijn we tevreden over. Goretzka hebben we nodig. Bali moet blijven. Het gaat echt om deze 5 posities. Ja, de Son kan ook nog weg. Werner, Martial. Weg. Carrasco is ook untradable. Dus laat even weten. Reageer. De meest creatieve oplossing gaan we doen. Hoppa, klaar. Ja, deze 5 kunnen weg. Ja, en Sissoko Dembele ook nog. Sissoko is wel goed voor weinig geld. En hij linkt de Son trouwens. Maar we hebben Goretzka en Ballack al. Dus we hoeven niet meer naar een CM te kijken. Dat is chill. Dat is waar. Dat is klaar. Dus die gaat ook nog weg. Achterhoede boeit me ook niet, het gaat puur echt om de voorhoede. 4 goede aanvallers met Carrasco. Ja, Carrasco hoeft geen basis, hè. Dat is een ideale supersub eigenlijk. Maar dat is moeilijk linken, hoor, als je dit zo... Ah, goed, kom maar goed, daar komen we wel uit. Ja. Jongens, bedankt, vaarwel, tot morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.